jezelf op Twitter. Alleen de chef-kok nog. En dan is het hele pandemonium compleet. Ja, sorry, dat is waar. Dat heb ik gezegd. Maar daar bedoelt u ook niet mee dat het... Nou goed, laten we niet kibbelen over een woord meltdown of niet. Nee. Maar het is een buitengewoon vervelende, zorgelijke, slechte situatie. En ik vind het, dat zeg ik u ook gewoon heel persoonlijk... Als oud-voorzitter voel ik me natuurlijk heel erg betrokken bij de Tweede Kamer. Mm. Bij onze parlementaire democratie. En ik vind het gewoon hartstikke rot wat er gebeurt. Ja. Het doet me echt pijn. Wie heeft welke fout gemaakt? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik zal proberen om mijn gedachten te ordenen hardop. Ik denk dat de fout... En heeft u het toch over het onderzoek naar mevrouw Ariep... wat nu een feitenonderzoek is geworden. Niet alleen naar haar, maar ook naar het presidium van de Tweede Kamer. Het is uitgebreid, mevrouw Bergkamp, ik geloof in twee en mevrouw delen. Ariep. Ja. Dus ja. Het is, jazeker. Ja, nee, in de eerste ronde wordt er ook gekeken naar de rol van het presidium en mevrouw Bergkamp. Het is breder. Dat vind ik goed. Dat vind ik ook ja, ik zou bijna zeggen, wetenschappelijker. Om dat zo aan te pakken. Ja. Maar ja, ik vind, wat me zo opviel is dat... Een dag of een week of twee geleden was er de langzamerhand beroemde, rumoerige, zal ik maar zeggen, vergadering van die commissie voor de werkwijze. Ja, over het algemeen is dat een saaie bedoeling. Ja, ik heb er zelf ook 4-5 jaar lang om de zoveel tijd voor gezeten. Nou, het was, je had veel koffie nodig tijdens die vergadering. Maar... Nou, bij deze niet. Nee. En zeker niet toen die net afgelopen was. Want toen dwongen sommige Kamerleden toch nog een stemming af. Dat was die vergadering, zeker. Maar nu was er gisteren of eergisteren deze week was er weer eentje. En dat was een totale ommekeer. En daar heb ik me over verbaasd. Omdat men kennelijk... mensen zoals u en ik zien dat goed... wanneer er dingen van tevoren zijn afgesproken. Men had afgesproken, we willen rust. Dat is goed. Prima. Er was een andere goede voorzitter in de stoel gezet. Kees van der Staaij had men gevraagd om het voor te zitten. Verstandig. En men had gezegd, we willen duidelijk maken... dat we oog hebben voor onze medewerkers. Nou... Dat is logisch, dat had ik ook 5 jaar lang. Maar het werd heel eenzijdig nu. Want de andere kant van het verhaal... namelijk dat mevrouw Ariep toch incorrecte wijze in het proces... Ik heb het niet over de inhoud, ik ken die klachten niet, u ook niet. Niemand maar kent ze. Dat ze op een incorrecte wijze in het proces is aangepakt... ja, dat vind ik... Jammer, nee, niet jammer, vind ik slecht... dat in die vergadering van vorige week helemaal werd weggeschoven. Maar hoe had u het aangepakt dan? Ja, dat is... Er komen 2 brieven binnen, waarvan in 1 brief geloof ik 23 klachten. Anoniem, het zijn 2 anonieme brieven. Ja. Wat had u daarmee? Nee, niet even voor de feiten, sorry om u te corrigeren... maar nee, niet 23 klachten in een brief, als ik het allemaal goed heb gelezen. Nee. 2 brieven en we weten... absoluut niet wat er in die brieven staat. Nee. Dat is al 1 ding wat ik helemaal verkeerd vind. Is u en ik hoeven het niet te weten. Maar mevrouw Ariep moet het wel weten. Ja. En hoe ik het had aangepakt, laat ik het iets breder maken. Niet zeggen, het gaat niet om mij. Maar hoe ik vind dat het had moeten worden aangepakt... is dat wanneer die brief binnenkwam en er... Ja, in de ogen van de huidige voorzitter het presidium klachten instaan die feitelijk onderzocht moeten worden, dat men moet beginnen om met betrokkenen mevrouw Ariep te praten en te zeggen, we hebben dit binnengekregen, wij willen daar wel een onderzoek naar doen, maar we leggen het als eerste aan jou voor. Nou, tot op de dag van vandaag weet zij, mevrouw Ariep, niet wat er in die anonieme brief staat. Nee, zij wil ook niet meewerken aan het onderzoek. Dat kan ik me voorstellen, want je vecht tegen een ik weet niet of het goede spreekwoord is, tegen een windmolen van anonimiteit. En het tweede is dat ik zou zeer geaarzeld hebben... of ik vind dat men meer had moeten aarzelen... om in zee te gaan met een anonieme brief. Want dat is toch, ik zei het al, een ongelijke strijd... als je het zo wil noemen. Ja, maar tegelijkertijd was het de ambtelijke top van de Tweede Kamer... onder leiding van de griffier en het hoofd personeelszaken. Ja. Dat heet officieel anders, maar in de volksmond noemen we dat nog steeds zo. Ja. Die ook in het presidium, dus in het politieke bestuur van de Tweede Kamer... heeft gezegd, ja, we herkennen de klachten. Ja, en dan komt u op een tweede punt... wat echt uit de hand is gelopen in het hele proces. Wij, u en ik, de luisteraars... die zouden helemaal niet moeten weten... wat de ambtelijke top van de Tweede Kamer vindt. Je hebt in Nederland een bestuurssysteem op ministeries... van
politici die aanspreekbaar zijn in de openbaarheid treden en ambtenaren die ten dienste van die politici werken. Ja. Dat heb je in de Tweede Kamer ook. Daar heb je de Kamerleden, de voorzitter, het presidium. Dat zijn de politici. En natuurlijk mogen de ambtenaren mogen kritiek hebben en mogen zich onprettig voelen, zelfs niet veilig. Dat woord ben ik al voorzichtig mee, maar niet veilig voelen. Maar ja, dat moeten ze dan toch gewoon binnenskamers bespreken. En die brief van de griffier, die in alle kranten heeft gestaan, en geen verwijt aan de kranten, maar de media, maar die brief van de griffier, die had niet bekend moeten zijn. Dat is het, je overtreedt toch de regels die in een goed bestuurssysteem zouden moeten gelden. Gisteren stond in de NRC, ik weet niet of u gelezen heeft, een column van Hubert Smeets. Ja. En die wees heel goed op dit verschil wat er moet zijn. En hij zei het veel mooier dan ik het nu ga samenvatten. Hij zei, ja, het is niet goed dat de ambtenaren als het ware de macht grijpen. En, vindt u dat dat gebeurd is? Naar buiten toe. Ze mogen naar binnen toe en ze moeten naar binnen toe voor zichzelf en voor hun medewerkers opkomen. Dus laten we zeggen, het publieke optreden van de ambtelijke top van de Tweede Kamer verwerpt u? Dat verwerp ik. En wat ik zeer verwerp, en nog meer dan de brief van de griffier of de oud-griffier. Is ze oud-griffier, want ze heeft de taken neergelegd. Maar, goed, maar dat ze is dat nog is wel een dienst, volgens ja, mij. Dus, ja. Maar goed, dat is een zijpad misschien. Mm. Maar wat ik echt met open mond de televisie zat te kijken, ik geloof dat het zondag of zaterdag was, ik weet niet precies wanneer, maar dat de voorzitter van de ondernemingsraad kwam vertellen dat de politieke top van de Tweede Kamer moest opstappen. Toen dacht ik van ja, een ondernemingsraad heeft wettelijk omschreven taken. Dat geldt in de Tweede Kamer, een ministerie, ook bij bedrijven. Ik heb na mijn voorzitterschap heb ik ook in bedrijven dingen gedaan. Een ondernemingsraad is zeer mondig. Ik heb namens een ondernemingsraad heb ik in de Raad van Commissarissen gezeten. Maar het is uiteindelijk niet aan een ondernemingsraad om de politieke leiding of bij een bedrijf de directie de wacht aan te zetten. Dat ging echt veel te ver. Maar nou is de griffier het hoofd van de ambtelijke huishouding van de Tweede Kamer. Dus in feite de werk,